Ja, ja, man, dat lijkt wel een $1 miljoen productie uit Amerika gewoon. Dus Spiral, laat even de titel uitleggen. Want ik dacht, ja, het kan het spiraaltje zijn of de draaitrap. Maar het is een soort van tag, hè? Een teken dat een kunstenaar aanbrengt. Ja, het gaat eigenlijk over een kunstenaarscommune in Kopenhagen, geleid door een soort van Banksy-figuur, Arturo, hè, Johan Leijzen. En die doen statements tegen kunstspeculatie. En bij een van die statements loopt het mis en dan komt Europol op de proppen. En bij die statements laten ze altijd die tags achter, vandaar. Ja, ja. En jij werkt dus voor Europol. Je bent dan inspecteur van politie, gespecialiseerd in kunstroven. Ja, ja. Want... En wordt er dan ook kunst gestolen of die wordt beschadigd? Dat is het eigenlijk. Er wordt tegelijkertijd in 6 landen worden 6 belangrijke kunstwerken gestolen. Hier in Antwerpen, in het Rubenshuis, het zelfportret. En voilà, dus zij gaan in een soort van... Ja, in het postsysteem eigenlijk. En zij worden gebruikt om een groot, onverkoopbaar kunstwerk te maken op 28 september. Ja, de opzet is een soort ludieke actie. Mm-hmm. En dan, dat is dan de twist, zal ik maar zeggen, de draai in de serie, dat gaat dan helemaal mis. Een beetje Pussy Riot nu, hè? De ludieke actie. Maar nu zitten ze wel 2 jaar in het strafkamp. Ja, ja, ja. Maar we zitten gelukkig niet in... Ja, ja. En wie speelt u dan? Jij bent politieinspecteur voor Europol. En wie speelt u dan? Ja, ik speel een soort een beetje ludieke kunstenaar op jaren die zich omringt met jonge, vrolijke gasten uit verschillende landen. En die hen een beetje stuurt, een beetje guru is een beetje veel gezegd, maar wel een beetje een soort geestelijke leider, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Die gasten stuurt om allemaal ludieke acties te voeren, precies tegen de grenzeloze, ongelimiteerde speculatie in de kunstwereld. Maar geweldig. En jij zit hen dus op de hielen. Ja. Jij brieft dus, we hebben een fragment uit de serie, jij brieft dus heel de Europese politie om dan op zoek te gaan naar die kunstbende. So hello, and hello again for those who've met me before. I am Agent Rose Dubois. Now, you are probably familiar with a street artist named Arturo. He's not just a graffiti artist smearing walls in Berlin and Brussels and other European cities, leaving his spiral tag on highly symbolic places. He always adds a social-political message. Okay, next slide. You probably are familiar with this tag, which was done last year in Oslo to remind President Obama of his promise to shut down Guantanamo. Ja, ja. Heb je veel Engels moeten... zo'n tekst, want je bent natuurlijk Nederlandstalig gewend. Ja. Er zijn tientallen soorten Engels. Hè. Praat ik met een Amerikaans accent, met een Brits accent, Cockney, Schots. Hoe heb je dat voorbereid? Ja, ik heb er eigenlijk heel hard over nagedacht van welk soort Engels het moest zijn. Mm-hmm. Ik speel een Vlaamse die Engels spreekt, maar wel zo een die hoogopgeleid is en alles volgens het boekje doet. En zeer correct is. Dus ik heb meestal voor British English uitspraak gekozen, maar omdat een Vlaamse is, hebben we toch veel invloeden hebben van Amerikaanse films, heb ik er van toen een dikke R in gestoken. Ik heb er wel heel hard aan gewerkt. Ja. Roos spreekt veel Britisher dan Lee. Ja. Had u daar moeilijkheden mee? U heeft al vaker in internationale producties gespeeld. Ja. Zijn we nu... Ja, u moet een... Ja, ja, daar hebben we het even over gehad, maar niet zoveel. Mm-hmm. Het voordeel van mijn rol is dat die niet echt precies geografisch gelokaliseerd is, waar die vandaan komt. Internationaal. Dus ik dacht, ik spreek ook een beetje posh, een beetje proper. Goed Engels, omdat ik dat mooi vind. Ja. Wie heeft jullie gevraagd eigenlijk? Want het is een grote internationale productie. Hè? Frankrijk, Duitsland, de Scandinavische landen. Je vriend is regisseur. Dat is toch geweldig ook. Is het via hem gegaan dat jullie in deze productie zitten? Via audities, ja. Ik heb ook met Hans koffer in moeten duiken natuurlijk. Hans zat voor alles op. Een mens moet iets doen voor zijn carrière. Dus er waren audities zoals altijd. Dat er, ja. Maar is dat moeilijk? Ik wil zeggen, dan zit je met een thuisrelatie en dan moet je opeens samen gaan werken. Was dat moeilijk? Nee, het gaat er zeer professioneel aan toe. Oké. Was hij een goede regisseur? Dat kan ik bevestigen. Hans is een bijzonder... Een bijzonder rustige, ik denk dat het zoals in het Frans zeggen een faux calme is. Dus hij is niet zo rustig. Ja. Maar wat zijn grote kwaliteit is dat hij grote rust uitstraalt op de set. En dat is fantastisch. Je kan heel geconcentreerd, hoewel het natuurlijk een heksenketel was. Tuurlijk, zeker in de grote productie. In de warehouse waar we draaiden, de grote productie, veel volk, veel mensen, veel figuratie. Mm-hmm. En toch, ik weet niet hoe hij dat doet, maar slaagt hij erin om
om mensen rustig, ademend, nadenkend, rustig te werken. En dat, dat levert toch goed. Hoe was het voor jou om met Johan te werken? Want hij heeft natuurlijk een internationale reputatie. In Vlaanderen ben je niet de acteur... Je bent niet zo bekend als Lien van der Kerkhove. Laten we het kort houden. Nee, maar je hebt wel een geweldige, grotere cv dan jij. Was je onder de indruk als je met hem de eerste keer moest spelen? Ja, ik had net Bloed en Rozen gezien van Tom Lanois. Daar speelt hij een prachtige rol in. Ja. Dus, ja, ik was wel een beetje nerveus om met de grote Johan Leijzen te mogen spelen. Maar ik vond Want het hij zeer heeft fijn. Onder andere tegenover de grote George Clooney gezeten. En daar hebben we natuurlijk een fragmentje van. Kijk eens, I think right outside the bar. Then second left, via Magenta. You'll find a dark blue Fiat Tempra with Pescara plates. I've marked a small town on the map. Castelvecchio. Ja, ja. Hebben we ook nog beelden van Kobe Ilsen als acteur? Willen we die zien? Nee. Ja, in Flikken, kom maar. Hij heeft al in Flikken gespeeld. Dat is waar. Kijk. Qua overgang van George Clooney naar Flikken, dat vond ik wel een goede. Luister naar Kobe Ilsen. U werkt als hoofdinspecteur, contact met de burger, sociale dimensie eigenlijk. Pagina groot. Foto. Geef dan eens uw kaartje, ik zal u bellen. Oh, dat is goed. Zo. Alsjeblieft. Ja. Dag. Bedankt, hè. Schone jongen. Ja. Het is twee toppers. De Clooney van de Lage Land. Daarom is het. Maar heeft u dat ook? Ik wil zeggen, je zit al in zo'n rol. Je moet die tekst leren. Dan kom je in zo'n artificiële situatie van de set met dat licht en die mensen. En dan ziet u zo'n fragment. Kruip je dan ook weg? Nog altijd van, oh man, ik wil mijn eigen kop niet zien. Of gaat het? Een beetje, ja. Maar tegelijkertijd is het zo, want dat is aardig wat je dan zegt, de grote Clooney en de grote die en de grote dat. Als de camera eenmaal draait en je zit er met z'n tweeën, of jij of en ik, of ik en meneer Clooney, of die en die en die, dan staan daar twee types die proberen zo goed mogelijk een scène te spelen en dan bestaan al die andere categorieën die om die mensen heen hangen, die bestaan dan niet maar meer. Maar had je dan niet van, dit is wel George Clooney? Nee? Ja, natuurlijk is het wel George Clooney, maar op een gegeven moment zit je gewoon tegenover een meneer die, die met jou een scène speelt. Ja. Dan houdt dat toch allemaal op. Dat een koffie gedronken heeft om te doen. Dus dat houdt dat toch op. Goed, we gaan kijken, zeker naar uitkijken. Zondagavond om 10:00 op 1 de Spiral. Hopelijk ook een grote internationale toekomst. Dan als Frankrijk al zo positief is, zal Duitsland en Scandinavië wel volgen. Denk je dat hier nog een vervolg op komt? Er zijn nu 5 afleveringen. Hè? Ik heb gehoord dat er een vervolg in de maak zou zijn, maar we zullen zien. Goed, ik wens je daar veel succes mee. Dank je wel. Ben je een paar dagen in Vlaanderen? Ja, ik ben hier aan de slag over het theater. Geniet ervan. Je gaat het toneelhuis spelen, hè? Nee, ik speel met Chris Verdonk in Brussel. Dat is een Two Dogs Company, dat is een heel klein bedrijfje. En Chris Verdonk is een rare gast die installaties maakt. Ja. En daar doe ik iets heel eigenaardigs op teksten van Heine Müller. Dat is een Duitse toneelauteur. En dat kunnen we zien, dus vanaf het 27e in de vooruit. Daarna gaan we naar Düsseldorf, een Duitse versie, en dan trekken we nog door het land. Dan gaan we zeker ook daarvan u genieten. En dan ook zondagavond in de Spiral. Dankjewel, Johan Leijzen en Lien van der Kelder. Ja, zo dadelijk nog de antwoorden van Ivan de Vadder op de vragen van de kijkers thuis. Er komen heel wat vragen binnen. Iemand, een hele goede vraag vond ik. Als ik kwaad ben en ik sta in het stemhokje, mag ik dan mijn stem verheffen? Mag ik luidkeels stemmen? Ik stem niet voor die. Enfin, dat horen we straks.